Ruud Brood. Ja, het woord frustrerend is al een stuk of 50 keer gevallen hier de afgelopen 5 minuten. Is dat ook bij jou overeerst? Ja, tuurlijk. Als je statistisch zoveel mogelijkheden krijgt en je staat op 0-0, dan is het natuurlijk frustrerend. Ja, terwijl het begin hoopgevend was. Jawel, we starten goed. En we hadden ook de mogelijkheden, de kansen. Maar als je over alles kijkt, net nog gekeken, als jij meer dan 10 kansen hebt, je schiet er niet één binnen. En de mooiste kans om zeep helpt, maar ook 31 voorzetten, dan moeten wij veel meer uithalen. Dan moeten we veel roekzichtlozer zijn en wat meer overzicht houden. En dat hebben we niet gedaan. Ja, ligt het er dan vanavond aan dat gewoon die eerste niet valt? Ja, of nou die eerste niet valt. Ik vind gewoon dat daar de mooiste kansen om zeep zijn geholpen. En gaat de tegenstander meer in geloven. Maar ja, dat heeft ook te maken dat je wat scherper voor de goal moet zijn. Maar ook beter in je voorzetten moet zitten. En daarin hebben we steeds verkeerde keuzes gemaakt. Wanneer we voor moesten geven, deden we het niet. Wanneer we moesten schieten, deden we het ook niet. En andersom weer ook. Dus neem niet weg dat we de mooiste kansen hebben laten liggen. Ja, want je merkt ook hoe langer dat doelpunt niet viel, hoe meer spanning er eigenlijk op kwam te staan. Ja, want er zijn ook momenten geweest dat we gewoon iets meer overleg en de bal gewoon in moeten brengen. Of het nou een vrije trap is of niet, maar dan gaan we echt helemaal verkeerde keuzes maken. En de jongens willen graag. Ja, dan ga je lopen met een bal wat niet moet. Ja, dat is doodzonde. Weinig tijd om te recupereren. Maandag wacht Jong AZ. Jawel, heb ik jongens ook gezegd. Natuurlijk kom je erop terug en is het teleurstellend resultaat voor ons. Kun je wel hard werken, maar daar koop je niet zoveel voor. Maar we moeten wel zo snel mogelijk weer opstaan. En eigenlijk krijg je ook weer zo'n tegenstander tegen maandag.